dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Rosalie. En we hebben nog nooit eerder een video samen opgenomen. Nee, ik heb je eigenlijk eerst nooit gezien. Nee, dit is echt de allereerste keer dat we elkaar meeten. En dan gaan we gelijk een video opnemen. Ja. Lekker spannend. Vandaag gaan we een soort van outfit challenge doen. We houden allebei van back to school video maken. Dus ik dacht, wat nou als we een soort van challenge gaan doen dat we, lekker voor wind, dat we schooloutfits eigenlijk samen gaan stellen. Wat nou comfortabel is, wat je chill vindt om naar school te dragen. Ja. Dus we gaan gewoon naar wat winkels en we zien wel wat we eigenlijk kunnen scoren om te passen. Zo van pashokjes shoppen. Ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Nou, we gaan naar de stad. Dit is wel heel schattig. Oh, dit vind ik ook wel leuk. Ja, jij moet pakken wat jij... Oh, dat is zo heel... Ja, wat helemaal in is nu. Ja? Jij bent helemaal in je element. Opeens heb je allemaal dingen gevonden die je leuk vindt. Wit, rokjes, leuker. Ja. Ja, ik heb twee items al. Zijn dit echte? Nee, ze zijn echte. Maar het lijkt er wel. Ja. Hoe mini is het? Oké, het is 32, maar het is echt mini. Zo. Even kijken. En moet je eens raden dat ik dat ook nog gepast heb ooit, hè? Dat, je, dat jij dat ook nog ooit een keer gepast hebt. Zo. Nou, ik zat een half jaar geleden nog op 36 en nu al 38, omdat ik heupen krijg. Dus weet je hoe lekker dat is, jeus? Ja, dat wel, maar dan pas ik mijn broeken niet meer. Ik dacht oprecht dat dit een pyjama was, maar je kan dit ook met zo'n... Als je een riempje omheen doet, ja? Het is wel grappig idee. Je hebt hier vast wel riempjes. Probeer het anders. Zou je het misschien een beetje doorschijnend, of niet? Een beetje. Ja, nee, dan nee. Het is meer zo'n strandjurkje wat je over je bikini heen doet. Het idee is wel leuk. Wat heb je hier meestal wel, hè? Ja, dit is de zomers. We gaan naar een andere kant. Waarom zijn we op de pyjama-afdeling? Nou, ik kan hier ook gewoon naar school toe. Ja, maar ik heb oprecht een pyjama-shirtje die ik aan wil doen. Hoe vet. Maar ik vind dat die pyjama's hier best wel mooi zijn, hoor. Ik had niet gedacht dat ze dat hadden. Oh, dat is toch ook leuk om mee te maken. Oh my god, die is zo leuk. Oui? Weekend club. Oh my god, dit. En als je dit bijvoorbeeld in je broek doet? Of is dat, wordt dat te dik? Wordt te dik. Maar wel, als je wat korter was geweest. Ja. Oké, we staan in het pashokje. En het is echt een best wel groot pashokje. Hier heb ik mijn jas hangen, maar ik kan er denk ik 3 maken. Ik heb een paar basic items, maar ik hoop dat ze leuk bij elkaar staan. Dat kan je natuurlijk niet gelijk zien. Ik heb bijvoorbeeld een leren broek, maar ook een heel erg leuk truitje. Misschien neem ik die wel mee, want die was maar 3 euro. En hier nog een broek. Ik ben benieuwd. Nou, dit zijn alle items die ik uitgestald heb. Het is een beetje een rommeltje. Maar ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel outfits dit zijn, maar we zullen het wel zien. Dit is mijn eerste back to school outfit. Dit is echt ideaal voor een zomerse dag, want dan draag je een high-waisted broek. En dan heb je nog zo'n hele leuke crop top die eraan aansluit. Alleen één nadeel aan deze broek is dat die mega erg doorschijnt. Dus je zou een huidskleurige onderbroek moeten dragen. Maar naast dat zit hij heel goed. Ik vind hem leuk. Maar is dit een beetje back to school waardig wat ik aan heb? Ja, ik vind het leuk. Het is echt voor de zomers. Instagram-achtig. Ja, Instagram plus back to school. Misschien nog een jasje eroverheen. Als je... Ja, ik hou dan niet van dat ik mijn schouders laat zien. Op deze manier. Je zit echt een soort... Oh. En wat vind jij van jou? Het is niet echt back to school, moet ik zeggen. Nee, het is maar te zakelijk, vind ik. Ja, ik kan... Ja, ik vind het wel leuk zo'n rok. Ik heb het nooit echt aangehad. Maar ja, is het niet, het zijn niet mooi. Nee, maar ik denk ook niet dat hij comfortabel zit. Omdat hij hier waarschijnlijk heel strak zit. Of valt dat mee? Nee, het valt wel mee. Maar ja, je gaat niet... Ja, het is zo'n split. Kijk, je zit op mijn shirt zitten. Oké, dit is mijn outfit. Ik weet niet of ik hem echt back to school waardig vind. Op zich, de combinatie vind ik wel leuk. Het is ook wel leuk voor een feestje. Maar de split vind ik iets te wijd. En wat ik ook vervelend vind, is dat hij gewoon... Ja, je kan er niet lekker in bewegen. En als het plot warm weer is, dan plakt hij denk ik heel erg. Dus niet heel erg back to school. Maar als je bijvoorbeeld voor een leuke Instagram foto is, nog misschien wel gewoon vet. Wanneer jij de trui aan hebt die ik ook heb. Nee, ik vind dit niet back to school aardig. Ik voel me hier niet chill in. Ik kan zo Bali denken. Ja, dit is echt een vakantie outfit. Maar ik dacht misschien omdat zo'n rok heel comfortabel zit. Dat je denkt, oh lekker op een zomerse dag naar school. Hij zit wel comfortabel, maar ik vind hem niet echt
voel me niet echt chill erin of zo. Nee. Dit is eerder een vakantie outfit dan een back to school outfit bij dit mij. Dit is echt mijn outfit. Dit is echt, hier had ik het er al over. Ja, met je leren broek. Ik hou van leren broeken en dan dit shirtje, ja. Ik ga dit shirtje denk ik wel meenemen. De broek is net iets te groot, dat zie je gelukkig niet, maar hij kan strakker. Maar ik voel me echt zo'n plank. Het is voor vakantie naar Bali. Ik ga oprecht naar Bali. Oh. Ja, dus nou, voor vakantie zou dit wel leuk zijn. Ik zal een villa schoenen doen en ben ik klaar. Ja. Nou, echt een outfit voor mij. Een lekkere leren broek en dan een oversized shirt erop of trui. Wat ik ook leuk vind is dat er knoopjes hier zitten. Dus meer een leuk detail. Ik neem deze zeker mee. Dat is maar 3 euro, dus ja, daar kan ik niet voor laten liggen. De broek is wel iets te groot, maar het idee begrijp je denk ik wel. Dan is dit een soort van een outfit. Dit is wel een Sabrina school outfitje, want het is lekker een sweater met skinny jeans. En ik heb een extra toevoeging voor deze outfit namelijk. Maar wat ik dus hieroverheen aan heb gedaan is een spijkerjasje. En dit ja, zou ik ook gewoon wel dragen. En ik vind het ook wel een leuke toevoeging hebben. Je kan het gewoon gebruiken als jasje. Maar of gewoon als extra vest eroverheen. Mocht het koud zijn. Mijn laatste outfit. Je hoort Sabrina op de achtergrond. Oh, ik heb mijn eigen shirtje aangetrokken. Want ik kon echt even niks vinden. Maar ik vind het wel een leuke broek. Hoi. Oh, die broek is echt leuk. Die is vet leuk, hè? Die is wel een leuke outfit inderdaad. Maar ik zou wel iets van een jasje erop hebben gedaan, denk ik. Iets van een leerjekje of zo, want ik vind het best wel wit-zwart. Maar ja, op zich, ik had hem, het is wel basic, maar ik vind op zich, de broek zit gewoon prima. En ja, ik had wel iets van een jasje gedaan. Ik had dit jasje ook nog gepakt, alleen past natuurlijk niet bij deze outfit. Ik wil hem wel even laten zien, want ik vind hem wel vet. Hij heeft dus heel veel knoopjes, dus het lijkt een beetje een leger look. Dat vind ik tenminste. Hij heeft alleen hier zakken. Ik weet niet of die kunnen gebruikt worden, ja. En ja, hij is een beetje lichtgroenig beige. Ja, het is wel een vet jasje, maar ik weet niet zo goed hoe ik dit zou moeten combineren. Dit is dus een pyjama shirtje, maar alleen hij is een beetje te klein. Hij oogde heel groot, maar nee, hij zit al heel erg strak. Maar je zou niet zeggen dat het een pyjama shirtje is. Dus ja, voor een pyjama shirt vind ik hem leuk. Kijk, hij is leuk toch? Dit is ook wel een beetje look, vind ik. Die look helemaal? Ja. Ja, hè? Gewoon natuurlijk wel basic, maar... Ja, maar door dat printje zie je toch wel wat nicer. Ik vind hem echt leuk. Ja, misschien dat ik even ga kijken naar een andere maat voor deze. Of ik hem echt leuk vind. Hij zit wel ook lekker. Lekker casual. Ik dacht dat deze combinatie leuk zou staan. Maar het valt best wel tegen. Dit, zeg maar, dit kraagje deed me heel erg denken aan zo'n schooluniform. Vandaar dat ik hem heb gepakt. Hij past gewoon niet echt bij mijn figuur. Het valt gewoon niet zo mooi. Die broek vind ik wel leuk. Alleen hij zit mega strak. Het is een 38. Maar ja, ik kan hem aan. Maar ik denk dat hij nog wel een beetje uit zal lubberen als je hem haalt. Maar hij zit wel mooi, vind ik. Ik heb even het jasje van Rosalie aangedaan. Maar om het toch op te flurken. Ja, nou, het is niet echt per se iets voor mij. Maar precies, nee. Wat ik nu aan heb is gewoon nee. Ik weet niet waar ik aan dacht. Maar ik denk als je inderdaad een oversized sweater op deze broek zou doen. Ja. Dat is wel leuk. Misschien. Nou, om in de schoolstemming te blijven. Kijk hoe leuk deze stationary dingen zijn. Dit is cute. Oeh, een drinkbeker inderdaad. Oh, dat is echt heel handig. Maar kijk, dit is zo leuk. Ik heb hier echt een zwak voor. Het liefst wil ik alles halen, maar dat ga ik niet doen. Dat is een hele leuke combi. Dat is oprecht heel leuk. Ja, maar... Als het bijna zomer is, dan kan je dit dan voor de zomer. Ja, precies. Ja, denim op denim. Oh, dit is ook wel iets voor mij. Streepbloesjes. Als je je klein voelt. Met 40. Oh, met 40 euro. Herkennen jullie? Als je nou tegenkomt. Ja. Wel ja, dat zeker. Maar hij lijkt zo erg op die van de ander Primark. Printje of ander textuurtje, maar... Maar het idee is hetzelfde. Aan één kant een knoopjes. Ja. Nou dit, hoeveel is hij hier? Oh, ik ben benieuwd. 40 euro. Ja, voor 3 heb ik hem. Ja, je hebt voor 3 euro heb je gewoon een trui. Ik heb mijn eerste Zara outfit aan. De broek vind ik echt heel chill zitten. Al had ik verwacht dat die eigenlijk oversized. Nee, eigenlijk had ik verwacht dat die high-waisted zou zijn. Want daar ben ik meer weg van. Maar voor de rest is het echt een hele chill skinny jeans. En ik heb het op dit moment gecombineerd met dit blouseje. Met van die leuke vliepeltjes eraan.
Al ben ik niet helemaal weg van het blouseje. Maar een combinatie met blouse en jeans vind ik wel heel erg schoolwaardig. Ik heb nog een ander blouseje die ik op deze broek aan ga doen. Maar ja, blouse en jeans. De eerste outfit. En dit is echt mijn ding. Een leuke rode broek met dan een... Een lekkere oversized trui. Leuk kettingjes erbij. En dan ben je eigenlijk volledig al klaar. Ik denk dat ik deze ook gewoon zelf mee ga nemen. Dan hebben we blouse nummer 2. Ik vind hem een beetje te groot. Ik dacht misschien valt hij wel leuk omdat hij zo oversized is. Maar nee. Misschien is hij wel leuk in mijn broek. Nee, ik denk als dit blouseje wat kleiner was. Dat hij in combinatie met de broek veel leuker zou staan. Nee, het is niet het juiste blouseje voor het idee wat ik graag wilde uitvoeren. Oh, dit vind ik echt een hele leuke outfit weer. De broek zou ik misschien toch iets anders nemen. Gewoon iets van een wat lichtere kleur, maar het kan eventueel wel. Ik heb hier nog een licht crème shirtje onder. En ik heb hem nu dicht gedaan, doe ik meestal niet. Maar ik vind het eigenlijk best wel leuk uitzien, wat meer zakelijk. Maar daar hou ik wel van. En ik denk dat ik dit ook wel zou dragen op school. Ja, dit is gewoon wel een hele chille outfit. Het is een soort van joggingbroek-achtige pantalon. Iets. En dan met een simpel shirtje bovenop. Dit zit ontzettend comfortabel. Hier voel ik me al een stuk prettiger in dan de outfit die ik net aan had. Of nou ja, de twee outfits die ik aan had. Want dat ja, was hem gewoon net niet. En dit is wel echt lekker. Ja. Deze outfit zag er leuk uit op hoe ik het had bedacht, maar hij is veel te lang. En de broek vind ik ook niet zo erg leuk erbij staan. Ja, het is inderdaad veel te lang. Ik had hem echt heel anders verwacht. Maar ik vind het wel een leuk detail met die mouwtjes. Als hij zeg maar zo kort zou zijn. Ja, en dan met een riem of zo. Maar hij is gewoon nu een beetje een soort van jurk met dan een soort van legging eronder. Nee. Maar ik had hem leuk verwacht, maar ik vind de kleuren bij elkaar wel leuk. Zo, ben jij geslaagd? Ja, ik heb één tasje. Nee, op zich, ik heb wel leuke outfits kunnen vinden. Niet alles natuurlijk mee kunnen nemen. Nee, want maar... anders wordt het ook een heel groot bedrag. Ja. Maar ik vind wel dat we het best wel goed hebben gedaan met ons thema. Heb jij een favoriete outfit? Mijn favoriete outfit was denk ik dan die rode outfit. Met mijn rode broek. Maar die heb ik ook gekocht. Ook gehaald. Ja, ik denk, ik had wel meerdere favorieten. Die laatste die bij de Zara aan had. Zara vond het leuker. Ja. En Primark dan iets minder. Maar ik vond wel dat blouseje van de Primark heel erg leuk. Die heb ik dus natuurlijk ook gehaald. Dus nu ben ik ook wel benieuwd wat jouw favoriete outfit was. Laat dat hieronder in de reacties achter. Die van jou, welke mensen van jou vonden van mij. Ja, heb jij nog wat te zeggen? Aan het begin vond ik het een beetje basic. Toen dacht ik echt van hoe ga ik het ooit aanpakken. Maar aan het eind dacht ik, ja weet je, dit is wel leuk om te doen. En pakte ik ook wel wat meer, vond ik dan. Wat de mogelijkheden waren uit. Ja, precies. Ik vond dat we het heel goed hebben gedaan. En ik vond het heel erg gezellig. En op jouw kanaal hebben we ook een video opgenomen met totaal iets anders. Namelijk een sushi mukbang. Oh, zo lekker. Dat gaan we straks nog eten. Dus ik heb er super veel zin in. Ik ook. Ik wil jou bedanken voor het kijken. En abonneer natuurlijk ook op Rosalie. En tot de volgende keer. En nu wordt het heel erg druk. Kijk, allemaal mensen. Doei.